Zal ik dat nu zo even doen dan? Ja, nou, dat hoeft niet gelijk, Johan, maar wij vonden het wel een eer dat de vlaggetjes als eerste wapper op ons eigen schip. Hou je maar aan mij vast, ik kan het dus ook niet. Ik zie dat iemand hier al opstaan. 13 is hij, 10 jaar oud, 9 jaar oud, nou dat valt toch wel mee. Ja, het is wel te hopen dat die mist een beetje optrekt. Ja. Nee, alles is hier gewoon oud rond. Ja, zoals ik, dus ik denk dat nee, die bakken die zie je ook nergens meer, hè? Die visbakken. De rest is op wifi. Ja, dat is wifi. Ja. Maar is dit nou, de roer zo, hè? Dus nou ga ik naar links. Nou zo even. Dan ga je naar rechts. Ja, hè? Nou, is het telefoonboek erbij? Het is gewoon droog kijken, het maakt niet uit. Dat is van zo. Ja, dat is deze wel. Nou, we zijn weer op de Gibraltar. Ja, helemaal leuk. Ik heb voor Johan ook een cadeautje meegenomen, hè? Ja, we zijn eerst even. We zijn naar Johan gegaan, want ik wilde graag Dimitri en Ruslan even zien, omdat die volgende week naar huis gaan. Die zijn kerst thuis. Dus daar hebben we even een cadeautje gebracht. Nou, leuk. Dus, nou ja, wij hebben iets besteld. Ja. Voor ons YouTube kanaal. Aha. Maar wij willen jou de eer geven op de Gibraltar. Ja. Dus ik heb een tasje meegenomen. Ja. En ja, je mag uitpakken, joh. Staat wel misschien wel leuk. YouTube, enjoy life. Ah, die gaan we ophangen. Het is voor die 8000. Ja. Ja. En inmiddels hebben we 8500, dus het gaat lekker door. Ja. Maar Johan heeft eer. Ja, nou, dan ga ik die ophangen. Ja. Zal ik dat nu zo even doen dan? Nou, dat hoeft niet gelijk, Johan, maar wij vonden het wel een eer dat de vlaggetjes als eerste wapper op ons eigen schip. Ja. Dat vind ik ook een eer om, om mee te maken dan. Ja. Ja. Voor jullie. Dus, het is niet niks natuurlijk, 8000 volgers. En het zal inmiddels alweer meer zijn. Ja, we zitten bijna aan 8500. Zo. En we hopen eigenlijk met het eind van het jaar aan de 10.000 te zitten. Ja. Maar ja, we doen het voor de hobby, hè. Dus uit de hand gelopen hobby, zou ik zeggen. Ja, nou ja, het is leuk. Ja. Dus dan kan je ze morgen in de mast hangen, Johan. Ik vind het allemaal prima. En als ze maar wapperen. En mensen kunnen ze ook bestellen via Facebook, hè? Ja, ze kunnen gewoon een messengerbericht sturen en ze vlaggetjes hebben. Als mensen een vlaggetje willen hebben, kunnen ze een messengerbericht sturen. Yes. En dan, met naam, adres, woonplaats en ik reageer en dan als ze het geld hebben overgemaakt, stuur ik ze op. Ja. En dan de vlaggetjes kosten geloof ik €17,50? €17,50 per stuk. Ja. En dan, maar het zijn wel goede kwaliteit vlaggetjes, hè? Ja, het zijn hele goede. En het zijn grote, hè? Het is 30 bij 40. Dus het zijn grotere vlaggen. Ja. En als je mij een bericht ziet, kan via Insta of Messenger. Geef je naam, adres, woonplaats door. Ik stuur dan een tikkie. En als ik de 17,50 binnen heb, dan stuur ik vlaggetje naar je toe. Oh, leuk. Ja, leuk in de kerstboom, bijvoorbeeld. Ja. Of als je een oude auto hebt, aan de antenne. Ja. Of achter op jouw fiets, joh. Achter op, nou, saai, hè? Saai.
geniet van het leven, hè? Altijd. Nou, wij zijn weer even koffie aan het drinken. Ja, gezellig even. Even lekker buurten. Even bijkletsen. Even bijkletsen. Helemaal leuk. Gaan we weer naar. Leuk om de wit zijn. Schip ziet er zo leuk uit en mooi en opgeruimd en netjes. Ja, blij ei. Ja. Op naar Middelburg. Oh, hè? Goedemorgen. Zo, lekker vroeg. Hebben we er weer zin in? Hè? Alles wel? Ja, prima. En we gaan er een mooie dag van maken hier. Ja? Hè? Beetje een stukje varen. Ja, het is heerlijk weer. Ik ben mijn zonnebril vergeten. Ik heb mijn zwemmer ook aan hieronder. Mijn zwemmer is weg. Heerlijk, hè? We voelen ons vandaag fip, Erik. Echt. We zijn vandaag fip. Ja, fip op ons eigen plan. Heerlijk. Nou, we gaan lekker de Westerschelde op. Gezellig, hè? Lekker dobberen. Nee, jij weet helemaal niet hoe het ding werkt. Nee. Nee. Maar jij wel, gelukkig. Dus, ik denk dat het een hele mooie dag wordt voor het. Ja, leuk. Nou, we zijn in Walsoorde, geloof ik, hè, Rob? Een Walsoorde volpleister. Maar dit is goed, hè? Lekker warm. Waar? We hebben een kaart van 1992, denk ik. Ja, ja, dat is goed, hè? Ja, en we zijn er nog niet helemaal uit. Of het is zomer. Of zo. Maar dat zien we dadelijk wel. Ja. Nou, we gaan met z'n drieën die boot houden. Ja. En dan gaat hij vanmiddag gelijk droog? Nou, niet gelijk, want dat gaat op tijd. Dus die moet met hoogwater moet die dokken. Ja, maar het is 7 uur hoog water, hè? En dan is het even de vraag of, of Walter hem er nu in wil. Ja. Of morgen vroeg om 7 uur. Oh. Maar goed, dan moet ik maar aan die zeggen, we zijn back tot 12 uur vannacht bezig om die deuren dicht te doen en de dingen. Ja, maar wij hebben voorstroom, hè? Dus we gaan dadelijk 20 km per uur. Ja. Als een raket. Dus we zijn gewoon om even 3 zagen hier voor de kant, hè? Ja, gang is alles, zeg ik altijd. En hoedgang is gewonnen. Maar dan staat hier een navel liggen gewoon. Ja hoor, een diepe kooi. Ja, maar je kent toch wel gelijk omhoog. Nee, maar dat is een getijdendokje, dus die moet met laag water doen ze die deur dicht. Ja. En dan komt het water weer op en dan gaat heel dat dok mee omhoog. Oh. Niet met een pomp. Oh. Ja, dat is hier allemaal heel ouderwets. Dat is niet alleen maar fornuis. Maar ja, maar moet je met laag water erin varen? Met hoog. Oh, ja, maar dat komt uit. Dan kunnen we hem erin leggen en dan gaat hij morgenochtend droog. Dan zitten we hier morgen weer. Ja. Of nog. Hè? Of nog. Ja. Nou ja. Ja, deze meneer. Het maakt mij niet uit, ik heb morgen nog een dag vrij. Dus. Austin die heeft heel, volgens mij wel een leuk slaapplekje. Ja hoor. Dan heb ik ook een hele leuke. Het is een hele oude boerderij. Heel veel verzamelingen. Dus hij zou ook wel best wel een televisie hebben waar we voetbal kunnen kijken. Ja, met mijn broertje in de kroeg. Oh, nou, kijk aan. Ja. En dan. Dan zal hij best wel ergens een bed hebben. Weet je, is de moeite waard om voetbal te gaan kijken? Ja. In de eerste twee wedstrijden gezien. Je wordt er niet warm van, hè? Nee, maar. Nee. Volgens mij hebben ze hier best wel ergens een bed voor mij. Ja, in de bus. Of een stroopbaal. Ja. Ja hoor. Het is ook een heel aan het weg, hè, van Middelburg. Maar hoe oud is die kaart? 1992 of zo? Hoor. Ik was even een kaartje aan het zoeken en ik wist niet de kaart die ik zocht. Leggen die zandplaten? Ja, die schuiven een beetje heen, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar hoe gaan we varen, denk jij? Ik dacht zelf. De hoofdplaat. Ik dacht vanaf Vlissingen steek je toch de Evering op? Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat is wel rustig, hè? Dat kan ook. Ja, weet ik niet of het rustiger is, ja. Austin die vaart hier altijd, dus die weet de weg wel. Ja. Ja, zegt hij. Ja. Oh. Hou je maar aan mij vast, ik kan het dus ook niet. Oh. Ik zie dat iemand niet al erop staan. De 13 is die, 10 jaar oud, 9 jaar oud, nou dat valt toch maar mee. Nou, we drinken onze koffie even op en dan gaan we weer een stukje rijden. Aan de slag, ja. Maar jij weet wel hoe die boot werkt, toch? Met dat voor en dat achteruit, want hij heeft geen koppeling, hè? Nee, nee. Ik weet hoe we moeten starten. Goed, hè? Ja. Dus. Oh, nou dan weet je in ieder geval meer dan ik. Ja. En, kom maar goed. Maar het staat wel een leuk motortje in, hè? Heel leuk motortje. Perkins. Ja. Ja. Hoeveel pk is die? Dus,
Oh, dat weet je ook niet. Ik denk, ja, 180 of zo. Ik dacht 200, of niet? Zoiets. Genoeg. 200 of 300 of zo. Genoeg. Dacht ik. Okay. Maar het is gewoon lekker, je moet gewoon lekker rustig varen. Ja. Maar je gaat hem een andere naam geven, hè, Ron? Ja, ik denk na de refit dat we hem weer Helena gaan noemen. Helena? Ja, maar ik moet zeggen, Nadiem, dat went ook wel. Maar Helena is naar je moeder, hè? Ja, naar moeder. Ja. En dan de Willem. De Willem die... Dus jouw vader... Ja, we twijfelen nog een beetje over Willem. Dat wat we ermee moeten doen. Dat is een bijboot, hè? Dat is je vader zo naam. Maar hier ligt ook een bijboot op. Oh. Ja. Ja. Dus ik weet niet hoe we dat, hoe we dat moeten gaan doen. Dat is volgens mij zo'n hele antieke houten die erop legt. Nou, ik dacht dat hij twijfelde of Willem zijn vader was. Nee. Ik dacht dat een twijfel was. Ja, maar dat weet je nooit, hè? Wie jouw vader is. Nee, ik was er niet bij. Het nee. Zou ook zo met de melkboer kunnen zijn. Ja, ik weet het. Of Austin. Nee, dat gaat niet. Nee. Jongens, we gaan wat spullen pakken en we gaan even zien dat we... Ja, we gaan rijden. Oh, je hebt hier een hele werkplaats? Ja. Oh, je hebt hier ook allemaal auto's staan? Ja. Dat is allemaal hobby? Ja. Jeetje. Leuk. Ik ga deze heel graag. Ja. Dit zal met mijn broer. 1927. Jeetje, 1927? 27, ja. Leuk. Waar gaan we eruit als ook nou, dat is wel wat voor jou, Ron. Dat past wel een beetje bij die boot ook. Een beetje bij mijn leeftijd bedoel je? Ja, bij die boot. Ja. Ik heb de sleutels van de Nadine van de Land overleefd. Die laat ik niet. Ja, dat is misschien wel makkelijk, een paar sleutels. Wil je de overkant even vlug zien? Ja, is goed. Ja, toch ja. Ja, die oudsten die denken misschien kan je een beetje reclame maken. Verkoop ik ook nog eens een boot. Dit is ook allemaal van jou, hè, wat hier ligt? Ja, 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 ook van klanten, hè. Die hebben we ah, oké. Okay. Die hebben jullie zelf gebouwd? Ja, 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 dat is een merk van onszelf. Hoi, Willem. Nou, dat is ook een mooie boot, dit. Ja, die ligt in de peer. Ja, het is wel te hopen dat die mist een beetje optrekt. Ja, het is hard lekker, hè. Ja. Echt hard lekker. Ja, dat is een leuke boot, dit. Dat is echt zo'n antieke... Ik heb hem 13 jaar gehad en ik heb hem gekocht van een vriend van me. Leuk. Die hebben een appartement gekocht in Kassau. Buiten Roosdorp, die wou een boosje voor zijn zoon doen. Dat is een speelmaat. En van wanneer is die? Jaren 20. Nee, jaren 20? Ja. 2020. 1820. Nee, 1920. Ja, er staat twee cilindertjes in, langzaam lopertje. Leuk. Gesloten koelsysteem. Ja? Dus je hebt vrieswind er niks kapot, je hebt niks mee in een peller of een ding. Of nee. Gewoon een droge uitlaat omhoog. Hartstikke leuk ding. Echt leuk. Leuk bootje. Ja. Dat is clubhuis. Ja? Oh. Ja, Steven, hier wordt gefilmd toch? Ja, wegwezen. Wegwezen. Ja, leuk, hè? De ingang Thomas Gilmer. Ja, dat is de ontwerper van deze boot, van die treper. Oh. En toen moest ik een naal hebben, van die loods. Ja. Die heb ik zelf gebouwd en toen kwam meer van mijn klanten mee. Nee, die moest naar de pleno, hè? Ja, ja. Nee, alles is hier gewoon oud, Ron. Ja, zelfs ik, dus ik ga niet. Nee, die bakken die zie je ook nergens meer, hè, die visbakken. Huh? In Zeeland is dat nog... Ja? Ja, volgens mij hebben ze hier nog een gat in de grond. Nou, we gaan naar boven, Austin. Ja, ik probeer. Hele werkplaats. Allemaal zeilboten. Ja, ja, meestal wel. Ja. Ja. Ja, wij zijn niet zo van het zeilen, maar. Maar die krap jij op? Ja, of die, hoe is dat onderhoud? Die bouwen we ook, dat model. Welke, deze? Die rechtse, ja. Die bouwen jullie? Ja, ja. Staat er één voor de deur, staat er eentje hiernaast. Oké. Okay. Dat is 3.35, dat is eigenlijk een Engels ontwerp. Ja. Waar ik
vroeger dealer van was. En ik heb in 2008 die mallen en die rechter overgenomen. Ja. En nou ja, dit is een boog. Die is wegens omstandigheden nooit afgenomen door de originele opdrachtgever. Nee. Die heb ik nu aan iemand verkocht uit Snake. Oké. En dan hebben we de voorpunt helemaal veranderd, zeg maar. Natte cel. Ja. Langere kooien in gemaakt. Dus die moet eind van de week naar buiten toe. Moet een mast erop. Ja. En die gewoon nog voor het eind van het jaar weg. Kan ja, ik kan beter die mast gewoon eraf laten. Ja, dat scheelt toch weer, Ron? Ja. Hoef je het er niet af te zagen? Ja. Heb ook mooi schip. Dit hier heb je zelf. Ja. Oh. Hetzelfde model. Oh ja. Dan die. Die heb ik vorige week verkocht aan iemand uit Vlissingen. Oké. Okay. En mooi flush dek, klein opbouwtje. Ja. En dan staat er voor de deur staat er nog in, daar ligt een tik dek op. Oké. Okay. Ja. En die mallen staan achter op de trein van dit model. Ja, Austin, stel je voor iemand hebt interesse in die boot, waar kunnen ze jou vinden? Ja, in Walsoorden. Walsoorden is de straat 11 al. Oké. Ja, niet dat ik reclame maak hoor, maar... Ik heb niets van mijn eigen project. Dus gratis reclame, hè? Oh, hier staat nog meer, joh. Ja. Jeetje. Oké. Dit is jouw eigen boot. Ja. Dat is eigenlijk een beetje aan het verbouwen, want daar is een hok opgezet in de jaren 70. Ja. En dat hoorde natuurlijk helemaal niet op, want dan hebben ze behoorlijk wat transatlantische oversteken gedaan. En een beetje gesjaterd in de Karim. Maar dan ben ik er terug aan het afzagen. Ja. Ik heb het eraf gezocht. Ik ben hem nu terug. Zoals dat op die tekening. Oh. Ik heb een flushdek van het maken. Oh, hier is de tekening. Ja, die rechtse. Die, dat is die bootje wat ernaast. Ja, die hier, deze. Ja. Oké. Okay. Stuurradje erop. Maar hier komt ook weer zo'n stok op. Ja. Ja, of je stuurt hem dan aan zo. Er zit een heel mooi hele interieur in. Ja, leuk. Ja. Nou, ik denk dat we een mooi weer krijgen, Ron, vandaag. Ja, daar is de tuintok. Ja, daar heb ik een uitweg. 18 dijk. Oké. Okay. Nou. Nou, wil je Austin vinden? Zoek het op. Tradewind Yachts. In Zeeland. Nou. Oh, mijn tas nog. Dus, Nou, we stappen in de volgende auto. Ja. Vul een tas erin. Nou Ron, waar zijn de? Hè? Ja, ja, dat ligt ze. Ja. Daar ligt onze vriendin. Ja, helemaal beneden. Hallo. Ik krijg altijd een beetje nostalgiegevoel. Ja. Hele planten hier, joh. Ja. Dat zijn allemaal oesters, toch? Ik kan beter hier een winkel beginnen. Het weer is alweer een beetje opgetrokken. De
mist. Nou, Ron, dan leggen we nog. Ja. Hè? Sinds zondag. Nou. Nou, welkom. Ja. Zag je me soepel gaan hier? Hij is nou voor jou, Ron. Ja. Ja, hè? Ja. En ook alle venders. Die mag je ook allemaal hebben. Ja, krijg er allemaal bij. Nou, het dek is ook helemaal groen. Hè? Zeg je? Zeg, het dek is ook helemaal groen. Ja. We pakken soda gaan halen. Ja. Oppassen met lopen, want je glijdt zo uit. Je glijdt ook je bakkers. Ja. Nou, welkom. Nou. Zo, nou, we zijn binnen. Toch wel mooi, hè? Het is fantastisch. Hè? Mooie stuurrit. Fantastisch, hè? Ja. Mooi bootje. Wij liggen nu in het Katzand en wij willen zo meteen met een jacht naar Walsoorde varen. Hoe is het zicht op de Schelde? Want wij zitten nu in Katzand, hier is het goed, maar 2 kilometer. Ja. Met de verwachting? Ja, wij komen naar Walsoorde. Oh zo. Dat kunnen jullie niet zien. Hier onder alle spanning aan zitten. Oké. Waarom dit allemaal uitgezet heeft, weet ik niet. Ik weet toch niet waarom het uitstaat, maar ik zet alles maar even aan. Ja, precies. Voedingboekschroef lijkt ook handig. Ja. Klutje gelegd. Dat hoef je toch niet meer uit te zetten eigenlijk? Nee. Is eruit te komen? Ja hoor. Hé, hey, hou zin. Ja. Wat goed jongens? Ja, prima. Is hij er nog steeds blij mee? Ja, nog wel. Ja? Hij haalt nog niet. Komt allemaal goed hè. Tuurlijk komt dat goed. Ik heb gebeld naar de post, Hans Weer. Op de hele Schelde is het 2 kilometer zicht. Ja? Alleen bij het bad is het dicht, maar ja, daar komen we niet, zo ver komen we niet. Ja, als de hek ook toen al de neus, ik ben er wel toch? Ja, dat zei die man ook. Ja, daar hebben ze ook een cafeetje toch? Ja, ja hoor. Clutch, engage. Prima. Hey. Hij loopt. Kind kan er wel zo. Tot zover deze cursus, hè? So far, so good. Huh? Varen kan ik niet, maar onthouden wel, hoor. Ja. Ik weet niet wat we nou horen, maar... Wij staan nog op clutch, zeg maar. Op follow-up moet je staan, hè? Follow-up, ja. Ja, ja. Ja, staat follow-up. Oké. Okay. Nou, maar je hebt al uitleg gehad, Ron. Hè? Je hebt al uitleg gehad. Jawel. Dan staat AIS. Maar even instellen, hè, Walsoorde. Ja. Maar ik heb gelukkig dezelfde. Ja, ik ook. Dat is alleen Engels. Oh, ja, maar die kan je gewoon in het Nederlands zetten, hè? Ja. Ja, dat is wel mooi, hoor. Hè? Ja. Ja, er zijn een vrouw rond. Je moet af en toe vertroetelen. Ja. Nou, heb ik wel een hele lieve vrouw, hoor. Ja? Ja. Nou, die meid. Die is een nieuwe vrouw. Ja, mijn schip is altijd vrouwelijk, hè? Ja. Als je inzoomt, kom je daar niet... Huh?
Hij heeft wel positie veroverd. Ja. Als je inzoomt, kom je daar niet... Kom je daar niet Huh? Hij heeft wel positie veroverd. Ja. Stekker eruit. Goed, hè? De rest is op wifi. Ja, dat is wifi. Nou, we hebben een vrijwilliger gevonden, Ron, die staat boven. Hè? Hij moet vroeger gaan proberen. Doe die deur even op zijn haakje. Zeg je? Ja. Die deur even. Deur op de haak. Of we nooit iets anders gedaan hebben, we gaan nog wel weghalen hier. Ja, zo is het. Ja, Ron. Dat is wel mooi, hè? Dat die zacht goed gaan doseren. Hè? Die, ja. Maar goed. Ja, hier gaat prima. Dit roer, staat het nou goed? Ja, in de midden. Alleen wat Justin net zei, als je eruit vaart, die stroming van die van dat gemaal loopt eruit, hè? Ja. Dus we moeten wel even opletten. Dat is met alles mogelijk, weet je wel. Ja. Als je nou voor vast houdt, dan is ook aan dat die kont in. Ja, precies. Maar is dit nou, de roer zo, hè? Dus nou ga ik naar links. Dus ik moet het nou zo hebben. Dan ga je naar rechts. Ja. Ja, is goed, hè. Nou Ron, de eerste vaart met je nieuwe aankoop. Ja, zo. Hè? Het voelt als vreemd gaan, jongen, dit. Vind ik helemaal niet leuk. Nee. Je had liever gehad dat ik het ging doen, hè? Ja, ik denk dat is makkelijk, kan ik erbij staan, ja, maar ja. Helaas. Ik denk, nou dan Austin. Ja, maar dan leer je niet, hè? Weet je wat hij zei? Ja. Je gaat lekker zwemmen in diepe. Ja. Ja, dat vind ik ook. We gaan gewoon in diepe. Ja. Maar gewoon even rustig aan, dan gaat het altijd goed. Ik zou gewoon even een beetje rustig aan doen. Ik zou gewoon een beetje naar boven sturen, maar ik kom er straks om. Nou, we gaan Katzand verlaten. Laat je even wennen hoe dit werkt. Maar zien jullie hoe het gaat, hè? Jongen, ja. Dat doe je geweldig. Ik ben trots op je. Ja. 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 Als je die dip zat. Onder het motto, de beste stuur luistert nou wel. Hè? Ja. Zijn wij in dit geval. Ja. Moet je even wennen dat roer. Ja. Ik zou hem juist andersom doen. Maar... Ja. Want je hebt geen roer onder die Lena. Ja, maar knopjes. Oh. Ik ben van de luie generatie, hè? Oké. Okay. Even voorop filmen, waarom? Nou, je goed vast, hè? Ja? Ik zou nou je kopschroef een beetje naar bakboord doen. Ik zie het niet. Ja, maar dat gaat goed. Ja. Ik kijk wel even hier zo. Ja, dus even kijken. Ja. Je kon nog even wachten met draaien. Doe mijn best. Ja, nu mag je draaien. Ja, draai maar. Die oude eigenaar die zat daar bijna op, hè? Weet ja. Je dat nog? Die zat bijna op die punt. Ja, ik was de winter. Ja, daar ja, was er niet blij mee. Nee. Nou, even voor pieken. Nou, we gaan het gat uit. Helemaal goed.
op richting Terneuzen. Zo Jeroen, even wennen. Even wennen is. Ja. Want als je hier tegenaan leuk dan Ik vind het geweldig. Weet je, ik ga eens even op mijn troon zitten. Ja. Nou. Ja, hè. Nou, de telefoonboek erbij. Gaan we ons even melden nog? Nou, we lopen lekker. Dus, rustig weer.